welbevinden van de jongeren, van de leerlingen, dat is eigenlijk voor ons cruciaal. Wij willen dat leerlingen en jongeren zich goed voelen in hun vel en dat zij ook met plezier naar school gaan en we willen hen daar ook bij ondersteunen, maar uiteraard ook niet alleen hen, ook hun ouders en ook de scholen waar ze les volgen. Ik heb dyslexie, waardoor ik in contact ben gekomen met CLB. Ik ben blij dat ze mij geholpen hebben, want anders had ik een veel zwaarder loopbaan gehad op school. Ze hebben mij daar echt in gesteund. Wij hebben eigenlijk vier cruciale domeinen waar we rond werken. Dat is het psychisch en het sociaal functioneren. Dan hebben we het leren en studeren. Dus dat gaat eigenlijk over die schoolloopbaan en de problematieken die daaraan gekoppeld kunnen worden. Ja, dan hebben we eigenlijk het luikje rond de preventieve gezondheidszorg. Dat is eigenlijk het meest bekend door de medische onderzoek. En ik heb dan nog een vierde, dus dat is eigenlijk dan de onderwijsloopbaanbegeleiding. Dat is dus het traject, de schoolloopbaan bij de jongeren. Ik ben naar het CLB gegaan omdat ik te slim was in het eerste leerjaar. En ze hebben dan gezegd dat ik mocht een klas overslaan, dus van het eerste naar het derde. Ik was blij. Als psycholoog hier in het CLB werken wij in een team. Een team die bestaat uit een maatschappelijk assistent, een verpleegkundige, een dokter en een psycholoog. Iedereen in het CLB vindt dat teamwerking heel erg belangrijk, omdat je dan zowel vanuit de sociale hoek, de medische hoek, psychologische hoek, toch een volledig beeld over een leerling hebt. Vorig jaar zijn we met de klas net medisch onderzoek geweest. Eerst zijn we naar de verpleegster geweest en daarna naar de dokter. Wat de meesten kennen van in het CLB is toch zeker de medisch onderzoeken, waarbij dat de kinderen dan bij de verpleegkundige en de arts op regelmatige basis op bezoek komen. De meeste mensen gaan naar de dokter als een kind ziek is, maar wij zijn daar in een preventieve rol om net in een periode dat het kind zoveel gaat ontwikkelen, er vroeg bij te zijn als er problemen zouden optreden. Als maatschappelijk werker werk ik voornamelijk in buitengewoon onderwijs op alle niveaus. Mijn taak bestaat daar voornamelijk in om het opvolgen van sommige sociale situaties die gemeld zijn door de school, maar ook van sociale situaties die gemeld zijn door de ouders zelf. En of waar dat leerlingen zelf eventueel signalen geven van kijk, er is iets dat niet goed loopt, hetzij thuis, hetzij op school. Ik ben in contact gekomen met CLB door problemen thuis. Als je iemand hebt waar je je hart tegen kunt luchten en dat niemand is van familie of vrienden, gewoon iemand totaal die je niet kent, dat eigenlijk wel goed is om naar CLB te gaan. Dus dat is zeer belangrijk dat de mensen weten dat zij in een vertrouwelijk gesprek kunnen vertellen over hun leven, over hun situatie. Daar ook bij de waarborg krijgen dat dat binnen kamers blijft. Mijn eerste gedachte was, ik wil dat niet. Ik wil mijn problemen niet met iemand totaal vreemd bespreken. Maar daarna was ik wel opgelucht dat ik met hem gesproken had, want hij had mij echt goede raad gegeven. Als je in een CLB wil beginnen werken, is het zeker belangrijk van sociaal vaardig te zijn. Je moet met jongeren, met ouders, met leerkrachten kunnen praten, maar je moet ook binnen dat multidisciplinaire team kunnen werken. Je moet goed kunnen samenwerken. Je moet in feite een soort van een teamspirit bezitten. Waar ik voldoening uit haal in mijn werk is dat je de ouders en de leerling kan verder helpen. Dat ze niet alleen voor staan. Ik haal mijn voldoening binnen mijn werk uit het helpen van kinderen in ontwikkeling. Ik vind kinderen in ontwikkeling het mooiste dat er is. Eigenlijk, het is totaal anders dan het soort bandwerk dat men in veel andere plaatsen heeft. Men wordt eigenlijk iedere andere dag geconfronteerd met iets nieuws. Dus ik denk dat dit een enorme voldoening geeft.